Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een video waarin we wat beloftes nagekomen uit de vorige, waarin ik wat tactieken met jullie gedaan heb en we rank 3 gehaald hebben, wat dingen geven die je waarschijnlijk gaan helpen bij het spelen van deze game, want laten we eerlijk zijn, genoeg mensen struggelen, en waar we nog een hele hoop andere dingen gaan doen. Fijn dat jullie er weer zijn. Een duimpje omhoog zou deze video enorm helpen. Als dus deze video De duizend likes kan halen binnen 24 uur. Heb ik het dag erna gelijk weer een video. En de reden dat ik, dat dus op de vrijdag komt, deze, komt er dan weer een video gelijk. En de reden dat ik dat zeg, dat dat nog kan, dat ik dat kan beloven. Dat zal ik je met alle plezier uitleggen. Het eerste wat je waarschijnlijk op zal vallen als je zo meteen links boven je scherm kijkt. Is er staat dat ik een cup aan het spelen ben. dan denk je, huh, wat voor cup? Moet ik die ook spelen? Wat ben je aan het doen? Dat road to de knockout cup. En als je daar een twee winst haalt... dan krijg je 1000 XP. En dat is handig voor die season pas. Maar de reden dat ik dus vanaf vrijdag misschien even wat slower ben met, met uploaden, met streamen en al. Is omdat vrijdag gaan mijn laatste twee verstandskieseren uit. Wat betekent dat ik een bloedende pijn ga hebben aan mijn kaken. Ik waarschijnlijk aan de pijnstillers moet voor een paar dagen. En dat ik dus gewoon wat minder makkelijk kan lullen zoals ik dat nu aan het doen ben voor een video. Maar ik laat af en toe wat games zien. Af en toe vooral gewoon de uitslag. Maar het gaat er vooral om dat deze game gewoon gewoon heel erg zoeken. Heel erg ontdekken. En een paar dingen werken uitstekend. En dat wil ik ook natuurlijk met jullie delen. In de vorm van tactieken laten zien en zo. Maar ook gewoon gameplay dingen. Wat ik heel erg merk. En wat natuurlijk iedereen heeft. Wat jij hebt, wat ik heb, wat we allemaal een beetje hebben. Is verdedigen is een struggle. Dat is zo. Voor heel veel mensen. En daar is nul mis mee. Maar. Ik heb een video gevonden van een uh, Pakistanse man. Hij spreekt wel Engels gelukkig, dat scheelt een hele hoop. En hij legt uitstekend uit hoe je beter kan gaan verdedigen. Het is zo super handig en duidelijk dat ik je echt aanraad om die video te kijken. Ik zal hem linken in de beschrijving, kan niet missen. Daar staat ook een link naar mijn Discord, die kennelijk soms verloopt. Maar ik kan je zeker aanraden om te joinen als je je team een keer wilt delen of wat dan ook. Zeker handig om te doen. Maar ik had gezegd, wij gaan... De visie 3 halen. Als het kan gaan we het proberen. En dat is dan ook zeker wat we doen. Ik laat wel de team zien elke keer. alhoewel ik niet elke keer highlights zien per se. En dat is vooral met de reden dat je een beetje misschien inspiratie kunt krijgen voor je eigen team. Of dat je gewoon een beetje de kwaliteit weet van waar we, aan het, waar we tegen spe, aan het spelen zijn. Niet heel goed Nederlands. Maar het gaat om het idee. En ik moet zeggen. Kijk ik doe af en toe nog redelijk roekeloze dingen. Dit was voordat ik die video keek over het verdedigen. Maar het gaat ook om het punt. Dat keepers gewoon heel erg ass zijn. En natuurlijk omdat het nu, een beetje we naderen mid-oktober. En je weet wat dat betekent, meestal. De eerste grote patch nadert. En kijk, iedereen zegt: al oh, patch dit, patch dat. Ik ben heel voorzichtig met wat ik wil dat ze patchen. Dat waar, tot het punt dat ik zeg: het enige wat ik wil dat ze patchen, is misschien keepers dat ze iets meer klemmen. Maar voor de rest, misschien niet eigenlijk niks. Ik weet dat mensen gaan zeggen. Oh buff verdedigen. Broeder, je wil niet dat ze verdedigen gaan buffen. Ik meen het als ik zeg. Je wil het niet. Als zij verdedigen gaan buffen, dan krijg je exact hetzelfde als vorig jaar qua gameplay. Want dan krijg je gewoon dat de AI alles gaat doen. Dan gaat iedereen dropback zitten. En dan gaat iedereen janken dat de verdediging te diep staat. Nou geloof me, als dat gebeurt, dan mag je ook niet klagen natuurlijk hè. Maar iedereen mag natuurlijk klagen over zijn eigen dingen in principe. Het is meer van ik vind een dingetje, dus daarom zeg ik het dus en zo en zo. Het enige wat ik wel vind, wat ik nu ook merk en dat zul je ook zien in deze Rivals sessie. Is ik speel op een gegeven moment tegen een paar mensen en die spelen de 5-2-2-1 of de 5... Ik weet niet wat het tegenwoordig is, nieuwe formatie dit jaar. Dat is zo... Ja, deze ultra verdedigend. Ten eerste, het lijkt alsof je een rechts mid heeft en een linksbuiten. Maar dit is hoe het staat in game. Nou, ik kan het je vertellen, dat was niet de leukste ervaring. We verliezen. Terecht kan ik niet op klagen, maar het is meer van het spelen tegen die formatie. Dat is een ervaring op zichzelf. We komen hier tegen een goede formatie. Een goed team. We winnen 7-6. Ik denk dat ik in al die posities die ik nu gespeeld heb, en dan heb ik er iets van 130 in totaal. Ik heb nog geen 0-0, denk ik. Misschien eentje op zijn meest. Maar ik kan je garanderen. De 0 houden is voor iedereen lastig. Ik zie ook pro's. Ik zag een pro potje op Twitter. Voorbij komen een screenshot. 10-9 of zo. Dat je denkt, waar slaat dit op? Nou geloof me, iedereen ervaart die strukkel mensen. Dus maar sla jezelf er niet om. Denk niet van oh, ik kan niet verdedigen. Niemand kan het. En dat is oké. Okay. We proberen het een beetje door te pakken. Maar het lastige aan rivals is natuurlijk. Op het moment dat je zeg maar halverwege zo'n checkpoint zit. Dan komt hel op aarde. Ik kom hier tegen iemand met een 5-2-1-2 en ik verlies. Ik, ik kan er weinig van maken. Ik heb nog wat moeite met 5-2-back uh, teams dit jaar. Het is gewoon ultra verdedigend, wat mensen ook zeggen. Kijk, je hebt altijd wel zo'n Johnny's en Anita's. Die claimen dat 3-2-back en 5-2-back echt niet verdedigend is. Maar die mensen weten gewoon niet waar ze het over hebben. Maar dat gezegd, uh, pakken we wel gewoon de winnen. We pakken wel een beetje door, maar af en toe spelen we ook gelijk. En gelijk spelamstig ging bijna nog vervelender dan een los. Dat is gewoon, het is gewoon zo, maar hier weer 5-2-2-1 en dit keer moet ik zeggen ging het wel iets beter. Kijk, ondanks dat mijn keeper van die Onana-arm heeft, pakken we wel goals. En met goals, weet je, dan kun je zeggen: als jij niet kunt verdedigen, dan moet je kunnen scoren. Nou, dat is ongeveer de samenvatting van mijn spotje FIFA 24, EFC 24. We pakken weer een win, Dat betekent dat we bijna op een checkpoint zitten. En nu gaan we over de checkpoint heen. En kijk, beetje bij beetje komen we er wel. Beetje bij beetje. Komen we er wel. Maar je weet natuurlijk al, net op dat moment, in de 93ste minuut van een plus 1 potje, wordt het nog gelijk. En betekent dat dat ik het compleet verpest. Wat eigenlijk wel een beetje mijn ding is. Maar het ding met gameplay is vooral. Vind gewoon een speelstijl die een beetje bij jezelf past. te werken. Stake werken. Luster dribbling werkt. Afhankelijk van welk console je speelt misschien. En blablabla. Bla bla. Genoeg werkt. Dus laat je vooral niet afleiden door hoe bepaalde YouTubers of pro's of wat dan ook spelen. Met het idee dat jij precies hetzelfde moet spelen als zij. Ik probeer een beetje mijn eigen ding. Het werkt in genoeg potten wel. Het werkt ook in genoeg potten niet. Maar het beste wat ik je kan aanraden is... Probeer gewoon te vinden wat voor jou werkt. En probeer het vooral naar je zin te hebben. Want dat werkt voor mij. En dat is waarom ik aardig wat potten speel. En dat is waarom wij in Divisie 3 zitten, baby. Nou, ik moet zeggen. Het is bijzonder chill dat we nu dus in Div 3 zitten. Het zal voor rewards zeker flink helpen. We hebben nu 58 potten al gedaan. Uh, en we hebben de dubbele rewards natuurlijk. Dus wij kunnen kiezen morgen uit uh, twee Rare Player Specs. Twee Jumbo Premium Gold Players. En twee jumble Premium Gold met 700 XP. Of... De optie met, uh, met dubbele packs of weer de optie met uh, wat coins erbij. Het zou 25k erbij zijn. Dus ik denk dat ik voor de simpelweg tradable packs ga. En dan gaan we wel zien een beetje hoe dat gaat. Maar het tweede deel draait vooral om de, een beetje de team en de tactieken natuurlijk vooral. Kijk, het team is een beetje aangepast naar rewards natuurlijk. Uh, ik wilde Koener natuurlijk inhalen. Want Koen is te goed om niet te gebruiken. De Bruine, de in op verzoek van jullie. Ik probeerde ook Nuno Mendes, die linksback van Paris. Ja, sorry mensen. Ik ga het heel eerlijk zeggen. Ik vond hem echt vreselijk. Echt vreselijk. Doe mij maar Robertson elke dag van de week. Maar uh, dit team redelijk goed. Lamar wilde ik hebben, want box de box een beetje. Een goede all-round stats. Uh, in 13 wedstrijden: een goal en een assist vind ik heel erg prima. Uh, Colomali doet het ook best goed. Beetje een rare speler, maar hij werkt. Uh, en dat is denk ik aan het einde van de dag hetgeen wat telt. Maar, de tactieken die ik heb zijn de tactieken van Manuel Bacciore natuurlijk. De wereldkampioen FIFA. Nederlandse GOAT. Serieus, uh, serieus, zijn toptactieken. Superleuk. Maar, 40 breedte, 60 diepte. Daar is een dingetje natuurlijk met 71 diepte. Met de automatische sidetrap en extra drugs zetten, blablabla. Bla, bla. Deze heeft 60, 50, 5, uh, 3 en 2. Uh, hier scoor ik de meeste corners mee. Vraag me niet waarom, ik weet niet of het uitmaakt hoeveel mannen ik erbij heb staan. Maar 3 bij corners werkt voor mij in ieder geval. Uh, spitsen allebei op comeback. Nee, dit is niet ultra verdedigend of zo. Geloof me, je zal zo zien waarom niet. Beide CM's stay back, cover center en uh, beide vleugelspelers. Nee, wacht. Uh, je beide vleugelspelers terugkomen bij het verdedigen dus en achter de linies kruipen. En beide fullbacks op niks. Vind ik oprecht chill. Kan ik oprecht aanbevelen. Ik vind het gewoon fijn om te hebben. Zeker omdat gewoon natuurlijk als ik dan bijvoorbeeld Koeman uh, en Diaby heb. Die dan allebei naar binnen trekken. Dat je dan af en toe nog Robertson of Trent's outlet hebt. Ja, ik weet dat Trent bijvoorbeeld niet de snelste is. Daar kun je wat dingen aan doen, natuurlijk. Maar voor mij is het gewoon een kaart waarvan ik denk: oké, okay, dit past perfect bij mij. Nou, wat het kader van dingen die perfect bij mij passen. in SBC's die we nu krijgen. Uh, we krijgen nieuwe content. We hebben natuurlijk die Rotten, Knockout Bergwijn. En nou, dat is dan weer niet echt de kaart die ik wil hebben. Vooral omdat ik gewoon niet verwacht dat Ice die winst nog pakt. Maar we hebben ook de eerste Dynamic Duo's. Met een kaart die vorig jaar wel interessant was. Caio Henrique, die had geloof ik een team met Season Moments. Die oprecht niet goed was. Alleen zijn hele selling point was natuurlijk Braziliaans. Ligue 1 linkt makkelijk met Neymar. Uh, en dat, dat nut heeft hij nu niet meer. Dus dat verliest hij een beetje. Maar het is wel oprecht, denk ik. Ik denk dat hij fijner is dan, uh, dan Nuno Mendes. Alleen het ding is, uh, het kost, kost 30k ongeveer bij elkaar. Het is niet crazy veel. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen zin heeft om dat geld daaraan uit te geven. Zeker omdat we kennelijk ook, als je de geruchten mag geloven in de leaks, vooral natuurlijk een beetje dat we kennelijk een Player of the Month Son en een Player of the Month Leao krijgen waarschijnlijk. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken. 84 plus dubbel. Hebben we ook nog weer, maar waar ik vooral mijn goals in ga stoppen, alles tot en met 80, ga ik denk ik doen in deze 80 plus upgrade. Je hebt 6 uh, spelers nodig, 1 rare gold, de rest gewoon comments kan het zijn. En dan wil ik gewoon alles tot en met 80 in dumpen. En daarna gewoon kijken van, oké, okay, wat kunnen we daaruit krijgen? En dan sparen we dat op voor die promo die op vrijdag begint. En dan kunnen we, dat is natuurlijk die Trailblazers promo. En dat draait er kennelijk vooral om spelers die seizoen kennelijk uitstekend begonnen zijn. Dus dan heb je het over Bellingham, Salah, Mbappé. Best wel grote namen. Um, het, 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 het is interessant, naar mijn mening. Kijk, natuurlijk deelt niet iedereen de mening zullen mensen zeggen... ...oh, we krijgen niet genoeg, we hebben niet genoeg. Maar ik heb zoiets van, yo, ik kan nu gewoon constant dingen roleren'. Ik besef wel dat dit team echt vies veel beter moet. Want ik had, je zag het aan het aantal bot als je het een beetje geteld hebt. Ik had er heel wat nodig. We zitten nu weliswaar in div 3, maar ik kan niet in div 3 aankomen... ...met Lamar, met misschien Gabriel, met Alexander-Arnold... Zo, ...zo goed als hij is qua voorzet. Hij is vrij sloom. Het team moet wel beter, ook qua weakfoot en dingen en zo. Dus ik zit met 284.000 coins. Wat ik vooral zit te doen is dus kijken: van, oké, okay, wat kan ik realistisch gezien upgraden aan het team? Ik, ik zat in eerste instantie te kijken naar misschien een icon. Dat lijkt me wel grappig. Aan dat zeker omdat icons natuurlijk ook niet super duur zijn. Alleen het probleem met die jongens is dat ze natuurlijk. Uh, we krijgen natuurlijk promos waar ze misschien in betrokken zijn. Ik weet niet wanneer. Uh, en ik kan natuurlijk makkelijk coins spannen. Ik bedoel, we hebben nu 284k. Dat is best wel een redelijk aantal. Maar ik zit dan vooral te kijken van oké, okay, welke icon het dan zou moeten zijn, zou een beetje een raadsel zijn voor mij. Want als ik kijk naar degene die ik kan kopen. Het zijn wel leuke kaarten. Het zijn bruikbare kaarten, ook zeker. Uh, en ze hebben allemaal een Playstyle Plus natuurlijk. Maar ik zit vooral te kijken van oké, okay, welke past bij mij? Lampert zou interessant kunnen zijn, natuurlijk. Uh, en de Shevchenko is voorlopig wel goed. Maar dat zijn allemaal van die. Het zijn de meeste toch net niet namelijk. Like, sommige zijn zo goedkoop dat je er bijna twee kan halen. Maar ja, Shearer haal je met een reden niet, natuurlijk. Ik vind een beetje te gluren van. Oké, okay, het hoeft niet een icon te zijn. Maar gewoon meer van. Wat wordt de eerste grote aankoop? Want ik, ik, ik heb gezegd, ik ga een spelers kopen. Ik ga niet het hele jaar full untradable. Ik bedoel, kwalitatief gezien na ik mezelf dan gewoon. Zeker als ik geen packluck blijf hebben, wat op dit moment nog niet het geval is. Dus als jullie nou een kaart hebben, een dure kaart van maximaal 284k... waarvan je denkt, hé, hey, die vind ik voorlopig erg goed. Geef me vooral een kans. Laat het dan zeker even weten. En dan gaan we die inderdaad gewoon uitproberen. Misschien zelfs een Wicked League. Dat kunnen we natuurlijk gewoon doen. Maar dan wil ik het graag van jullie weten. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan uh, zie ik jullie misschien morgen alweer bij een nieuwe video. Doei doei.